Dus dat idee van een geannoteerde programma, dat laat ik nu zien aan de hand van dit voorbeeldje. We lezen dus nou zo'n specificatie als, nou, dat de preconditie zetten we hier neer en de postconditie zetten we daar neer. En vervolgens gaan we het bewijs genereren door middel van annotaties, van willekeurige statements. Maar wat voor annotaties je gebruikt, zoals ik al eerder zei, dat wordt gestuurd natuurlijk door de bewijsregels. Nou, ik laat hier stap voor stap zien hoe je zo'n geannoteerde programma genereert. En we moeten dus laten zien dat dit programma voldoet aan deze specificatie. Dus dan begin je met de preconditie aan het begin te zetten en de postconditie daarin te zetten. Dus daarmee is het idee dat als je programma staat in de begintoestand hier, dat dan na afloop dit geldt. Maar als ik overal hier nou een assertie neerzet, dan moet het ook zo zijn dat die assertie geldt iedere keer als de executie daar komt. Ja? Dus die assertie's die karakteriseren dat controlepunt. Ja? Bijvoorbeeld, ik zou hier kunnen zeggen, k is groter of gelijk aan 0. Ik zeg maar wat. Ja? Niet als assertie. Dat wil zeggen dat inderdaad ook iedere keer na deze assignment k groter of gelijk aan 0 moet zijn. Dat is de betekenis. Hè. Ze staan niet zomaar ergens. Nee, ze karakteriseren al die toestanden die je daar kunt bereiken. Nou, laten we zien hoe we dat doen. Nou, we kunnen dat ook weer hier top-down doen. We zien dit als een sequentiële compositie van een initialisatie en een while statement. En nu is de vraag van, wat is een geschikte invariant? Dat is, uiteindelijk moeten we die bewijsregel voor de while statement vinden. Dus uiteindelijk moeten we een invariant vinden, zodanig dat die aan het begin geldt. Zodanig dat hij na elke executie van de body van de loop geldt. En zodanig dat de invariant met de ontkenning van de boolean conditie, dus als k gelijk is aan 1, aan n, aan de k gelijk aan de upper bound, en die invariant geldt, dan moet dit dus gelden. Nou, we moeten dus weer een invariant verzinnen. Dus we gaan weer kijken, preconditie, we hebben postconditie, kunnen we daar iets mee? Kunnen we wat mee die preconditie? Is dat een invariant? Ja. Is een invariant. Die verandert helemaal niet. Dus als hij aan het begin groter of gelijk aan 0 is, dan aan het eind ook. Maar ja, daar schieten we niks mee op. Want uit n groter of gelijk aan 0 kun je niet afleiden dat x de som is van deze array-elementen. Dus daar schieten we niet veel mee op. Oké, dan kijken we naar de postconditie. Is de postconditie invariant? Nee, evident niet. Hè? Want initieel is x gelijk aan 0. Nou, dit zal alleen maar gelden als al die waarden, van 0 tot met de upper bound, of tot aan n-1, allemaal gelijk aan 0 zijn. Alleen in dat geval zou dit een invariant zijn. Maar voor elke andere array geldt het natuurlijk niet dat al direct aan het begin dit geldt. Dat is nou eigenlijk nogal bieders, want ja. Oké, dus hij doet het niet. Maar is daar nog een mouw aan te passen? Nou, dat is nou een ander wat ik al refereerde, dat idee van een heuristiek, speciaal voor dit soort programmaatjes die met een tellertje door een array heen gaan, meestal tot een gespecificeerde upper bound, hè, dus hier die upper bound. Nou, de truc meestal, het is niet gezegd dat het altijd zo werkt, maar in veel gevallen wel, de truc is om die upper bound hier om te vervangen door het tellertje. Want uiteindelijk moet dit natuurlijk gelden niet voor de upper bound, maar wel voor dat tellertje. Want tot aan dat tellertje heb je in ieder geval al de zaken bij elkaar opgeteld. Dat is het simpele idee. En dat idee dat je tot aan de waarde van het tellertje eigenlijk alles al hebt opgeteld, ja, dat kun je formaliseren door een simpele substitutie van n vervangen door k.
Dat wil niet zeggen dat het helemaal geldt. Soms moet je nog een beetje, misschien nog wat verder afzwakken. Maar dat is meestal wel een eerste stap om te komen tot een invariant. En we zullen zien dat het in dit geval ook helemaal werkt. Dus we komen nou tot deze invariant. Dat x dus de som van alle waarden vanaf 0 tot en met k min 1 is. He, ik vervang dus n domweg door k. Nou, dan moeten we wel bekijken natuurlijk of dit ook inderdaad aan het begin geldt. Dus dan moeten we verifiëren of het na k wordt 0 en x wordt 0 geldt. Nou, intuïtief kunnen we dat zo inzien, want als k 0 is, dan is dit een lege sommatie. En een lege sommatie is gedefinieerd als 0. Dus dan is inderdaad x gelijk aan 0. Ik heb gezegd van we kregen de suggestie voor een invariant was n hier vervangen door k. Maar dan kom ik nog met additionele informatie op te proppen. Waarom? Nou, laten we kijken. Stel nou dat we het hierbij laten. Ja, dus gewoon x is de som van alle waarden tot en met k min 1. Oké. Dan stel dat we kunnen bewijzen dat dit een invariant is, dan weten we dus dat het aan het eind geldt. Maar dan weten we ook aan het eind, wat geldt dan? K is n. En dan zijn we dus eigenlijk al klaar. Dus eigenlijk heb ik dit helemaal niet nodig. Ja? Dus je ziet dat ik hier zo... Dat is misschien een andere heuristiek. Voor als dat niet in één keer zo snel te zien valt, dat je ook de bound meeneemt van dat tellertje. Ja. He, de ja. Underbound, dus de lower bound en de upper bound. Dus nu 0 en n. Ja. Kijk, in dit geval is dit overbodig. Daar moeten we nog formeel van overtuigen, maar intuïtief kun je dat inzien. Want als ik kan bewijzen dat dit een invariant is, dan geldt die dus na afloop van de loop. En dan weet ik tevens na afloop dat k gelijk is aan n. Dus... Als k gelijk is aan n en x is de som van i is 0 tot en met k min 1, nou ja, dan geldt de uiteindelijke postconditie. Maar zou ik bijvoorbeeld dat ongelijk vervangen door kleiner of gelijk, dan wordt het een ander verhaal. Kijk, dan heb ik dit wel nodig. Want stel me voor dat ik als boolean dart neem k kleiner of gelijk aan n. Of kleiner dan, n. Oh nee, sorry, ja, kleiner dan n, ja. He, dat zou algoritmisch hetzelfde zijn. Het doet hetzelfde. Ja, inderdaad, niet gelijk, maar kleiner dan n. Ja. Als ik dat zou gebruiken als kaart, dan krijg ik als negatie k is groter of gelijk aan n. Maar dan, als ik dit niet zou hebben, dan heb ik dus de invariant, die geldt na afloop, en dan weet ik na afloop dat k groter of gelijk aan n is. Maar ja, dan kan ik dit nog niet afleiden. Want ik moet weten dat k gelijk is aan n. En dan heb ik dit dus nodig. Want als ik dan tevens weet dat k als invariant k kleiner of gelijk aan n is, en na afloop geldt k groter of gelijk aan n, dan weet ik dus dat na afloop k gelijk is aan n. Dus eigenlijk is dit deel van de invariant is eigenlijk... meer van toepassing als ik deze conditie vervang door k kleiner dan n. Maar in dit geval is het dus niet nodig. Maar je kunt daar dus ook uithalen dat de asserties en hoe je het programma schrijft met elkaar te maken hebben. Ja. Dus zelfs als je een equivalent programma hebt, dus een programma wat met hetzelfde gedrag is, kan het toch zijn dat je dan andere asserties nodig hebt. Ja. Nou ja, inderdaad, je zou bijvoorbeeld, ik weet niet om een of andere reden, mocht je hebben bijvoorbeeld, dat je het veiliger vindt om hier te stellen, niet van k ongelijk aan n, maar k kleiner dan n. En stel je hebt al een bewijs gegeven voor dit, ja, dan zie je dus dat je wel dat bewijs moet aanpassen. Goed, dus we zijn nu gekomen tot deze invariant. En dan moeten we verder laten zien dat dat inderdaad ook werkt. En wat gaan we doen? Nou, in dit geval gaan we eerst kijken wat ik intuïtief al beredeneerd heb, dat dit inderdaad geldt naar deze initialisatie. Nou, in principe zou je hier nog een tussenliggende assertie kunnen neerzetten. Maar dat doe ik niet. Zo gezegd,
de granulariteit, hè, waar je precies assertie's neerzet, daar ben je vrij in. In zekere mate. Het moet natuurlijk wel duidelijk zijn dat je geannoteerde programma een proof outline representeert. Maar ik hoef daartoe niet speciaal hier een assertie neer te zetten, want ik weet dat deze twee assignments, de een na de ander, gewoon overeenkomen met in deze assertie k vervangen door 0 en x door 0. Ja, dus dan hoef ik niet hier eerst nog deze assertie neer te zetten met x vervangen door 0 en dan vervolgens k vervangen door 0. Ik zet gewoon in één keer het resultaat van k vervangen door 0 en x door 0. Ja, omdat de k en x verschillende variabelen zijn, kan ik dat zo doen. Dus dan krijg ik deze assertie. En nu zie je iets wat in het algemeen kan, dat je een assertie hebt en daarboven nog een assertie. Nou, het idee is, als hier dit patroon voorkomt, dus twee opeenvolgende asserties, de een boven naar de ander, dat moet corresponderen met een geldige implicatie. Dat betekent dat de bovenste moet de onderste impliceren. Je leest het dus in die zin van boven naar beneden. Dus we moeten nou, want verkapt is dit dus eigenlijk een toepassing van de consequence-regel. Ja, als ik met de assignment-axioma, sequentiële compositie, kan ik vanuit deze postconditie dit afleiden. Maar dat is niet mijn gegeven preconditie. Mijn gegeven preconditie is dat n groter of gelijk aan 0 is. Dus, maar dat kan ik heel eenvoudig bewijzen door middel van de consequentieregel. Want als n groter of gelijk aan 0 is, dan 0 kleiner of gelijk aan 0, dat geldt sowieso. Dus dit impliceert dat en dit geldt per definitie. Dus inderdaad, dit impliceert dat. Dus dat is een belangrijk aspect van zo'n geannoteerde programma. Dat als je twee assenties hebt, de ene boven de andere, dan moet de bovenste de onderste impliceren. Dus nu hebben we laten zien dat de invariant inderdaad naar de initialisatie geldt. Dus wat resteert is te bewijzen dat de invariant inderdaad invariant is over de body van de loop. Nou, hoe kun je dat doen? Nee, dat ga ik nog niet doen. Ik ga eerst wat anders doen. Ik ga even aannemen dat ik dit bewezen heb. Dat ik dit bewezen heb dat dit een invariant is. En dan, als ik dat bewezen heb, dan kan ik dus concluderen dat die invariant na afloop geldt, plus de negatie van die boolean conditie. Nou, dan krijg ik dus weer twee statements, de een boven de ander. En dan moet ik dus weer laten zien dat dit dat impliceert. Nou, dat hebben we al beredeneerd, hè? Dat is eenvoudig. Dit betekent k is gelijk aan n. Dus als x de som is van i is 0 tot k min 1 en k is n, dan heb ik dit afgeleid. Dus nu heb ik laten zien dat de invariant aan het begin geldt en dat mijn gegeven postconditie door de invariant na afloop geïmpliceerd wordt. Dus nu inderdaad resteert het bewijzen van de invariant. Okay, maar dat ik het in deze volgorde doe, dat is, waarom? Je mag het ook anders doen, hè? Je mag ook eerst bewijzen dat het een invariant is. Maar misschien is dit wel een betere methode, want die laat je in ieder geval zien dat hij aan het begin geldt en dat hij aan het eind de postconditie impliceert. Zou je bijvoorbeeld eerst bewijzen dat het een invariant is en dan kom je pas later achter dat hij eigenlijk niet sterk genoeg is om je postconditie te bewijzen. Dat is een overweging misschien om het zo te doen. Anderzijds kun je ook zeggen van ja, oké, dan heb je wel bewezen dat hij de gegeven postconditie impliceert, maar nou moet je nog maar zien of het een invariant is. Dus ja. Dat is net wat je wil. Die volgorde is niet in steen gebeiteld. Maar ik heb het dus hier op deze manier gepresenteerd. En we gaan dus nu, en dat is ook echt het enige wat we nog moeten doen, laten zien dat de invariant inderdaad invariant is over de body van de loop. Nou, de body van de loop is simpel twee assignments. Hoe gaan we dat verifiëren, dat het inderdaad invariant is? Nou, we zetten hem gewoon als postconditie van de body. Nou, en dan halen we hem er maar doorheen, door deze twee statements, door toepassing van assignment axioma. Dus eerst voeren we k wat k plus 1 uit, dus we moeten k vervangen door k plus 1. Nou, dat doen we heel braaf. Dan krijgen we dit.
Ik hoef niet na te denken van, oh, daar heb ik daar dus één en dat doe ik hier ook. Nou ja, je zou nu al wat kunnen nagedenken, want zoals je ziet, als je gewoon reductiegloos zo'n assertie door een reeks assignments haalt, dan krijg je steeds complexere expressies, zoals hier x plus 1 min 1. Ja, we weten dat, dat is natuurlijk gelijk aan k. Dus dat zou je al kunnen vereenvoudigen. Maar dat doe ik hier blijkbaar niet. Ik ga gewoon reductiegloos verder. En ik vervang x door hier door x plus ak. Ja, dat doe ik hier. Oké? Okay? Nou, ja, nu valt er verder niks meer te doen dan even kijken, door bomen het bos heen te bespeuren. Want ja, wat we nou uiteindelijk moeten doen, is verifiëren dat de invariant plus de Boolean conditie moet dit impliceren. Nou ja, dan is het wel zo handig om het toch even te vereenvoudigen. Hè? Want 0 kleiner of gelijk aan k plus 1 en k plus 1 kleiner of gelijk aan n, dat is natuurlijk hetzelfde als dat k groter of gelijk aan 0 is en k kleiner dan n. Ja, klopt dat? Ik dacht het wel, hè? Nou ja, dat is niet steeds genomen, hè? Nee. Kan min 1 wezen. Ja. Dus dit klopt niet. Nou, welke kant op redeneer je? Je moet van boven naar beneden. Ja. Oh nee, sorry, ik nu ben ik zelf in de war. Zie je? Ik zat al van die kant. Je moet van boven. Kijk, dit impliceert natuurlijk niet dat, hè? Als k plus 1 groter of gelijk aan 0 is, dan is k natuurlijk niet groter of gelijk aan 0. Nee. Je moet altijd van boven naar beneden. Maar van boven naar beneden. Dus als k groter of gelijk aan 0 is, ja, dan is k plus 1 natuurlijk ook groter of gelijk aan 0. Maar als k kleiner dan n is, dan is natuurlijk ook k plus 1 kleiner of gelijk aan n. Ja, dus je kunt hem ook strikter in de postconditie zeggen. Dus we weten 0 kleiner dan of gelijk aan k kleiner dan n. Ja. Daaruit impliceert dat 0 kleiner is dan k plus 1. Maar dat impliceert weer kleiner of gelijk dan dus k plus 1. Ja, is een zekere afzwakking. Hè? Je zwakt hem inderdaad af. Omdat je uiteindelijk geïnteresseerd bent in deze assertie die je op deze manier gegenereerd hebt. Je zou dit inderdaad nog kunnen vervangen door 0 kleiner of gelijk aan k. Ja. Goed, ja. Dus inderdaad, je moet even van boven naar beneden. Hè? Daar ging ik zelf ook al even de mist in. Maar dat is wel mooi, wat is er met die ak aan de hand? Die x plus ak is gelijk aan. Dus dat is een interessante. Dus we hebben hier gewoon x vervangen door x plus ak. En dit gedeelte verandert niet. Dit gedeelte blijft gewoon. Nou, hier staat natuurlijk gewoon, hier is de som van 0 tot en met k. K plus 1 min 1. Dat is gewoon k. Hier staat dus dat x plus ak is de som van alle waarden van i is 0 tot en met k. Nou, dat is inderdaad zo als je weet dat x de som is van 0 tot en met k min 1. Want als ik dan ak bij x optel, als ik hier ak bij optel, dan moet ik hier natuurlijk ak ook bij optellen. Dus als ik hier ak bij optel, dan krijg ik x plus ak. Als ik hier ak bij optel, dan krijg ik precies i is 0 tot en met k. Ja? Dus daarmee heb ik beredeneerd dat dit inderdaad dat impliceert. Nou, en als allerlaatste, maar dat is ook een triviale stap, hè, als dit de invariant is en ik ga de loop in, wat ik dan mee kan nemen is die boolean guard. En dat is wel cruciaal om te laten zien dat dit invariant is, want nu weet ik dat niet alleen k kleiner of gelijk aan n is, maar ik weet ook nog dat k ongelijk aan n is, dus ik weet dat k kleiner dan n is. En dat heb ik natuurlijk nodig, van later hoog ik k op, om te zorgen dat k weer kleiner of gelijk aan n is. Zo, dus dit is in al zijn glorie een voorbeeld van een geannoteerd programma, wat helemaal opgezet is volgens die bewijsregels. Die zie je wel niet echt letterlijk, maar zoals je ziet, hè, ik heb hier de invariant en dan heb ik hier een assertie. Wat is dat? Dat is gewoon die invariant plus die boolean guard.
Hè, dat correspondeert met die bewijsregel om te laten zien dat die invariant invariant is over de body van de loop. En je hebt ook gezien dat om te laten zien dat die invariant geldt na afloop van de body, zet ik hem hier neer en dan trek ik hem er doorheen. En dat doorheen trekken, dat correspondeert met toepassen van het assignment axioma en de consequence regel. En de compositie, sequentiële compositie? Ja, 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 zeker. En dus nogmaals, dat assertie's boven elkaar staan, dat correspondeert met de toepassing van de consequence regel. Dus je kunt, dat gaan we nou niet formeel laten zien, maar je kunt heel eenvoudig zo'n bewijs, zo'n geannoteerd programma, omzetten in een bewijs zoals we dat tot nu toe gezien hebben, en andersom. En je kunt dit formaat ook herformateren in een bewijsboom. Dat zijn allemaal equivalente formats. Maar we vinden dit het makkelijkste om op te schrijven, omdat ja, je hebt toch je programma en dan pleur je daar maar wat assertie's neer. Je ziet wel, hè, zoals bij het begin, als je dat voor je oefeningen doet, en je doet dat op pen en papier, dus niet tool supported, ja, zoals je al ziet hier, je moet ruimte overlaten. Hè. Dus dat is altijd wel even een beetje geknutsel. Je weet niet bij voorbaat hoeveel ruimte. Dus je moet daar even de ruimte nemen voor de assertie's die je daar neerzet. Goed. Dit voorbeeld dat bewaren we dan tot de volgende keer. Dat is een interessant voorbeeld. Ik ga het nog wel even inleiden wat daar nou zo interessant aan is. Omdat het een andere aanpak is. Namelijk, ik geef een specificatie van een programma, of ik geef een pre- en postconditie, maar ik geef nog geen programma. Ik weet nog niet, het enige wat ik wil een programma die aan deze pre- en postconditie specificatie voldoet. Voorheen is het zo, ik heb een programma, ik geef een pre- en postconditie specificatie en laat dan zien dat die pre- en postconditie specificatie inderdaad geldig is, het programma correct is. Dat heet ook wel heel mooi a posteriori verificatie. Maar hier laten we zien dat het bewijssysteem we ook kunnen gebruiken voor het correct ontwerpen van een programma. We kunnen de bewijsregels ook gebruiken voor het sturen in het ontwerp van een programma. Dit is wat heet dan correctness by design. Zo laten we zien dat het programma voor het berekenen van het minimum som-sectie probleem, dat is kijken naar de minimumwaarde van een sectie in een array. Nou, wat dat precies is, dat zullen we de volgende keer laten zien. Maar dat is een niet-triviaal programma. Nou, je kunt dat triviaal oplossen door middel van een dubbele loop. Maar wat nu het aardige is, wat we de volgende keer zullen laten zien, dat door het systematisch afleiden van het programma, dus niet op je boerenverstand, want je kunt eenvoudig, als je even nadenkt over deze specificatie, kun je eenvoudig inzien dat je dit met een dubbele loop kunt uitrekenen. Maar we zullen laten zien dat in het systematisch ontwerpen van het programma je uitkomt tot een één simpele loop. Dus, niet, dus de complexiteit is daarmee lineair. Terwijl je afhankelijk dus gewoon een programma zou ontwikkelen dat kwadratisch is in de lengte van de array. Dus dat is op zich al heel aardig, dat je ziet dat het niet alleen correct is, maar ook nog efficiënter. Maar dat zullen we dan de volgende keer in detail behandelen.